Vandaag was ik weer op Gelijke Kansen Tour en ik was weer terug in Amsterdam-Oost. We hebben weer prachtige initiatieven bezocht die werken aan gelijke kansen. Ik begon bij Veerkrachtig Betondorp. Dit initiatief met maar liefst 40 vrijwilligers startte in de coronaperiode om buurtgenoten op allerlei manieren te ondersteunen. De behoefte daaraan bleek zo groot dat ze besloten om door te gaan. Na een mooi gesprek met buurtbewoonster Jannie Leenders ging ik langs bij kringloopwinkel Het Hartje. Hier kunnen bewoners met weinig geld spullen krijgen die zij thuis nodig hebben. Ook organiseren ze regelmatig leuke buurtactiviteiten, zoals de bingo. Ik sloot af bij de eerste generatie student. Dit is een buddyproject waarbij oudejaarsstudenten van de UvA gekoppeld worden aan studenten die de eerste zijn in hun familie die gaan studeren. En dus nog niet precies weten hoe het er in deze wereld aan toe gaat. Dankjewel aan iedereen die zich inzet voor een ander. Volgende week gaan we weer verder met de Gelijke Kansen Tour en dan zijn we weer terug in Amsterdam-Noord. Tot dan!